Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zondag. Het is nu 1 uur en ik ga zo dadelijk vertrekken richting het stad. Omdat ik heb afgesproken om een koffietje te gaan drinken met een vriendin. En gisteren hebben Tom en ik 1 mei vastgelegd en gereserveerd in ons favoriete restaurant en hotel. Dus wij kijken er keihard naar uit. Dus het wordt allemaal beter nu, denk ik. Dus het is heel tof. De zon schijnt ook vandaag, dus ik heb ook zin in om even buiten te komen, koffietje buiten te drinken. En ik denk dat de winkels open zijn en dan hoop ik stiekem, omdat ik zo nog voor de fotoshoot een zo'n huidskleurige BH nodig heb en zo. En als ik dat allemaal nog vandaag kan doen, zou dat top zijn. Dus voilà, dat zijn de plannen voor vandaag. Morgen vroeg moet ik om 4:30 opstaan voor de opnames, dus het zal sowieso niet laat worden vanavond. Maar wel zin om even buiten te komen en iets leuks te gaan doen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag, het is 11:15. Ik moest normaal gezien een scène gaan opnemen vandaag, maar dat is verzet. Dus ik moet, niet meer gaan. Ik ga nu even mijn wenkbrauwen kleuren. Ik doe dat met deze van Eyelure. Het is super gemakkelijk. Mensen die mij al even volgen hebben dat wel al gezien. Maar je doet dus uit een tubeke. Doe er zo hier een beetje in. En dan moet je 5 druppels. En ik doe altijd veel meer omdat ik lomp ben. 5 druppels erbij. Dan meng je dat. En dan met dat borsteltje doe je dat. In de spiegel, kijk, maar niet in de camera. Doe je dat op je wenkbrauwen. En dan moet je dat even laten indringen. En zo 10 minuutjes later, een kwartiertje later afhalen. Het is heel simpel, maar het geeft een heel groot effect. Vooral als je wakker wordt ongeschminkt. En ik heb hele lichte wenkbrauwen van mezelf. Geeft je gezicht toch iets meer leven. Dus voor mij is dat wel een goeie. Dus vandaag ben ik eigenlijk vrij. Dus het enige wat ik moet doen is naar kantoor gaan om pakjes te maken. En ik ging normaal gezien vandaag mijn internationale paspoort te gaan ophalen. Eigenlijk al heel lang in het dienstencentrum liggen, maar ik ga het morgen doen en dan daarna doorrijden naar de opnames. Dus dat is voor morgen. Dus deze voormiddag is super rustig. I like it. Dus voilà. Het zit erop. Heel subtiel. Ik ga ondertussen mij heel lichtjes make-uppen. Niet te veel. Ik moet nergens speciaal naartoe, maar dat ik toch een klein beetje presentabel ben, ook op kantoor. Ik heb als basis, dat had ik al opgedaan, deze CC-crème gebruikt van Clinique. Ik moet trouwens zeggen dat ik een serieuze bestelling nog heb geplaatst bij Elemis. Ik heb dat laten zien in vorige video, die reinigingsbalm. Ja, ik vond die super goed en ik heb nu een heel, ik heb me laten gaan. Ik heb geïnvesteerd. En ik heb een dagcrème gekocht. Wat heb ik nog allemaal gekocht? Iets voor de huid. Om zo wat te detoxen en te voeden. Ik ga het allemaal laten zien als het toekomt. Ik denk dat het in de loop van de week gaat toekomen. Ik ben zo overtuigd van het product. Ook al heb ik nog maar 1 product getest. Dat het echt wel heel goed is voor de huid. Dat ik zoiets heb. Ik ga ervoor. En ik ga het gewoon kopen. Wat ik normaal niet zo veel doe. Maar ik heb nu al zoveel producten getest. Dat ik wel bij die zoiets heb van... ook omdat er staaltjes in zaten van de dagcreme en zo die ik getest heb. En dat zijn echt producten dat ik... Ik denk dat ik een heel, heel grote fan ben. En ik denk misschien dat ik eindelijk producten heb gevonden. Die ik dan voor de rest van mijn dagen wil gebruiken. Zo een vast product. En niet altijd te switchen van het een naar het ander. En te blijven bij iets wat voor u echt goed is. Dus daar kijk ik al naar uit. Het is een beetje hetzelfde met parfum, vind ik. Dat is ook echt een zoektocht totdat je echt uw geur gevonden hebt. En ik vind dat een beetje hetzelfde met verzorgingsproducten. Voilà, ik ga enkel nog onder mijn ogen wat opliften. En dan zijn we er al. Meer ga ik niet doen vandaag. Regent ook. Ik heb ook voor onze... Ik heb donderdag een fotoshoot. Daar ga ik jullie ook mee naartoe nemen. Voor Gingers terug. En wij hadden daar een heel leuk pand in Gent, de Ray. Mensen van Gent zullen dat zeker kennen. Dat is
staat op de Korenmarkt. Maar omdat het zo hard regent en wij de lente-zomer moeten shooten, gaat dat nogal opvallen dat het regent. Dus we hebben een oplossing moeten zoeken. En de eigenaar van de Ray heeft gelukkig nog een grote feestzaal. En we mochten het dan daar doen. Dus we hebben daar wel geluk mee. Dus ik heb dat vandaag nog geregeld. Maar voilà. Dus vandaag enkel naar kantoor. Ga ik jullie even meepakken. En that's it voor vandaag. Dus een heerlijk rustig dagje. Terug thuis van de fotoshoot en ik ben kapot en echt moe. Maar het is super goed gegaan. Dus het is vandaag donderdag. Ik had dat nog niet gezegd. En de shoot is super goed gegaan. Komt zaterdag online. Het wordt een mooie en grote collectie. Het is vooral een Scandinavisch merkje dat online komt. Het is prijskwaliteit supergoed en ik ben er echt terug trots op. Met echt wel mooie grieves. Daarbij ga ik de vlog hier ook afsluiten. Ik heb morgen terug nog een draaidag en dan is het terug weekend. Dus ik ga de vlog hier afsluiten. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van mijn korte weken dat jullie gezien hebben. En vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie graag in een volgende video terug. Bye bye!